Kijk, kijk, kijk. Ik ga een drukkil maken. Ja, ga eraf. Ga eraf. Kom op. Hallo mensen van Dagelijks HD en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Challenge aflevering. Ik ben Melvin, jullie kennen hem allemaal en ik heb er geen zin meer in. Ik ben eraf gesprongen en dat komt omdat ik even met jullie over wat wil gaan praten. Er was namelijk een reactie en het was de volgende. Wanneer gaat je serie dan stoppen op derde met je kutbril? En oh ja, ik hoef geen challenge of zo te zien. Ik heb deze reactie gelezen. En voor de mensen die niet begrijpen, het is mijn eigen reactie. En ik ga dus even insert chat music hier doen. Dit is de laatste aflevering van mijn serie hier op Dagelijks HD. En daarna zal er ook voorlopig geen serie meer van mij komen op Dagelijks HD. Ik heb namelijk met Milan een gesprek gehad. En in dat gesprek hebben we het gewoon gehad over mijn serie. En ja, stelt die eisen, wat ik heel erg logisch vind. En ja, ik voldoe enigszins niet aan die eisen, om het zo maar te zeggen. Milan heeft me gewoon een heel grote kans gegeven, die ik ook heel erg waardeer. Alleen, ja, moet er toch een einde komen aan deze serie. Ikzelf ben ook enigszins een beetje ontevreden over de resultaten die mijn serie krijgt. En dan moet je toch een keuze maken, een knoop draken. En ik heb er samen met Milan heb ik besloten om, sowieso eerst maar een tussenstop te maken. Ik heb mijn eigen kanaal nu ook veranderd. Waar je trouwens gewoon nog wel minigames van Minecraft krijgt of iets. Dus wil je nog gewoon mij zien? Abonneer misschien even hier beneden. Daar staat een linkje naar mijn kanaal. Maar sowieso ga ik zo nog even gewoon een paar potjes Skywars met jullie spelen. Om gewoon nog een beetje het gevoel aan jullie te geven dat ik wel als het ware deze serie op een bepaalde manier afsluit. Dus wie weet kom ik ooit terug. Sowieso ben ik nog wel eens te vinden in GTA of in wat voor opnames dan ook. Dus ik ben zeker weten niet weg vandaag. Alleen mijn eigen serie gaat weg. Dat is dus een beetje. Ja, ik hoop dat dat duidelijk is. Misschien een lang verhaal, maar ik wil het toch even vertellen. Dus abonneer op mij als je gewoon mij wil blijven zien. En wie weet kom ik ooit weer een keer terug op Dagelijks HD. Laten we gewoon in ieder geval nu nog maar even gezellig wat potjes spelen en omen. Hier zijn we dan bij het allereerste echte potje. Jawel, we gaan gewoon kijken of we nog even wat leuks kunnen winnen en zo. Ik weet namelijk wel dat er gewoon mensen zijn die dit leuk vinden met mij. Dus laten we het maar gaan doen, jongens. Ik heb er nog wel gewoon zin in, daar niet van. En natuurlijk is het voor mij jammer dat dit mijn allerlaatste keer is met mijn eigen serie met de challenges Minecraft. Maar ja, en alles komt een eind, weet je. En, ja. In ieder geval, ik zie die vent daar sowieso al staan. En ik moet eigenlijk wel even gaan kijken of ik eerst dat spul kan krijgen. Want dit is echt klote. Kom op, gun een broeder goed spul. Kom op, pop. Ja, wat ligt er allemaal? Dat, ja, ja. Oh, kijk wat we hebben. Oké, dit is nog best wel chill. We gaan gewoon hier naartoe. Weet je, gewoon YOLO waterpolo. Gaan we kijken of misschien hier nog wat in zit. Is er nog iets achtergelaten? Oeh, een goed zwaard. Oh, kijk. En een boog. Oh mijn god. Welke man laat er dan weer zo'n boog achter dan? Ik mis wel trouwens een chestplate. Dat is kut. Weet je, we gaan gewoon in de aanval. Kijk eens aan. Ik doe mijn trucje. Oh, ja, yeah, we doen het gewoon. Oké, we zijn in het midden. Ik ga dit allemaal laten opblazen. En ik ga deze vent gewoon aanvallen. Hallo, vent. Kijk eens aan. Dankjewel voor jouw chestplate. Oké, we hebben gelijk al een heerlijk eerste potje. Oh shit, wat wil jij? Je gaat dood. Heeft die vent geen zwaard of zo? Wat? Man! Man, nee! Rot op, je gaat dood. Oh mijn god, hier. Ja, get wrecked. Oké, er zijn nog 6 mensen What? Oké, never mind. Ik ga dit in ieder geval gewoon fixen hoor. Holy damn. Ik ga weer echt lekker. Dat is altijd zo fijn. Oh, deze persoon, die is eigenlijk echt makkelijk te doden. Kijk eens aan. Oké, er zijn nog maar 3 mensen leven. En daar bouwt iemand als ik die pijl kan raken. Oh, schiet nou Man! Godsamme, zo'n belangrijk schot en dan mis je hem. En ja, niet geschoten is altijd mis op zijn Johan Cruijffs. Rip Johan Cruijffs trouwens. Niet dat ik wat met voetbal heb, maar dat maakt niet uit. En hoe de fuck? Waarom ga je nou weer dood dan? Dan gaat opeens eentje verder en hem dood. Maar oké. En oh, die gaat pijlen schieten. Zie wat die überhaupt voor armor heeft. What the fuck? Daar moet ik tegen vechten. Ik vind het gewoon bijna sneu voor dat persoon. Oké, we gaan de YOLO doen. YOLO! Ja, oké, we springen hier overheen. En damn, daar zijn we. We worden bijna beschoten ook hier. Dit persoon, joh, met een boog. Ik raak ook geen ene hond. Dus zij raakt letterlijk alles. Kom op. Oh mijn god. Hier, nou, nu ga je daarheen. Nu ga je daar. Ja! We hebben gewoon gewonnen. Wauw, dat eerste potje was echt easy. En het volgende potje zijn wij aangekomen. En ik hoop gewoon nog dat jullie dit leuk vinden. Dat jullie ook gewoon nog hier wat support op achterlaten, hoor.
Dus ja, we gaan in ieder geval deze aandoen. En waarom heb ik... Jeetje. What the fuck moet ik met 6 van die iron chestplates? Ik geef dan andere armen. Oh my god, hier heb ik nog geen ene hond aan. Nou ja, oké. Okay, we hebben dus serieus 2 stukken armen waarmee we mogen... Oh nee, wacht. Ik heb trouwens wel beter... Oh, nou, ik dacht serieus dat ik geen arm meer had, maar wel dus. Zelfs een betere broek. Wat doe ik nou weer? Ben ik zo schil als een motherfucker? Waarschijnlijk wel. Oké, okay, nou ja, we gaan deze vent gewoon aanvallen. Die ziet er echt... Oh, meneer, die gaat stoer doen. Hier, neem een sneeuwbal op je bakkes. Wat doet deze man? Hier, neem sneeuwballen. Wat? Wat doet die vent? Zie hem dan kunnen... Ah, schiet hij ook nog mis, hoor. Deze vent. Ik ga hem gewoon aanvallen. Ik weet niet wat hij wil. Maar hier, neem gewoon een slag en nog een slag. En bedankt voor je spul. En oh! Die vent heeft ook een boog. Ik heb nu ook een boog. Dus ik ga hem ownen, hopelijk. En ik ga even eten. Laten we... Oh, shit! Wat? Wat die... Wat? Wat gebeurde daar? Wat? Die vent die liep... Die leek wel blind, man. Oh, er komt hier een nare man in mijn rug. Ik moet snel eten. En oké, nu word ik aangevallen. Oké, daar hebben we deze man. Deze man, oké. Oh, hij heeft trouwens wel aan ziek goed armen, deze. Oh mijn god, oh mijn god. Oh shit, ik moet terugtrekken. Ik moet terugtrekken. Ah, eet echt. Holy shit, die pijlen zijn zo sterk in 1.9. Dat is echt insane. Oké, eet snel, eet snel. Ik moet mijn lava zien te plaatsen. Of ik moet gewoon boogspam. Boogspam, 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 boogspam. Kom op, kom op. Ja, de boogspam werkt. Oh, wat ben ik een nare man. Maar het maakt niet uit dat ik zo naar ben. Oh, wat sneu ben ik. Die vent die kon me niet eens hitten trouwens. Door die kut 1.9. Nou ja, GG. Dat was wel fijn dat ik dat nog even kon hebben. Oké, ik heb ook echt 3 gouden appelen daarop gegeten. Alsof... Oh, wat denk je? Ik ga eieren gooien. Wat denk je? Dat je de paashaas bent? Shots. Oh! Meneer denkt dat hij de paashaas is. Oh mijn god, en nu gaat hij op mij de boogspam doen. Oh shit. Holy shit, die bogen zijn zo sterk in dit 1.9. Doe normaal. Pijlen zijn zo sterk. En... Oké, dankjewel. En hij komt nu naar mij toe. Ik moet mijn lava zien goed te plaatsen. Waar is hij? En hij is er afgevallen! Oh mijn god, ik heb zoveel geluk dit potje. Ik ben echt... Oh, waarom heb ik zoveel geluk, man? Dat mag niet gebeuren, dit. Hier, neem pijlen. Neem pijlen hier. Ik ga jou gewoon doden met pijlenboog. Ik weet niet wat dit persoon doet. Maar ik heb gewoon... Ga dan wegrennen. Als je ziet dat ik pijlen gebruik. En oh shit, hier is de laatste man. Hier is de laatste man. Oh mijn god, nu moet ik zelf lava plaatsen. Ga naar... Ja! 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 Yes! Oké, doei meneer. Dankjewel voor dit mooie potje, wat heel vaag was. Ik heb geen idee. We gaan gewoon nog lekker 1 potje doen. En dan is dat het laatste potje van mij. Dagelijks aan mij. En het laatste potje zijn we bij aangekomen. Wij gaan kijken of we deze ook nog even kunnen winnen. Want het zou toch wel leuk zijn dat ik in de allerlaatste aflevering gewoon 3 wins mag krijgen. Dat zou echt prachtig zijn als dat gaat lukken. Spring! Ja, oké, we zijn nu op dit eiland. En deze man, heeft deze man nog een zwaard? Nee, deze man heeft geen zwaard. Maar ik zie hem daar wel staan. Hij heeft gevochten. Oh, weet je wat? We eten een gouden appel op. En we gaan gewoon met een houten pickaxe deze man proberen te doden. Kijk eens aan. Ga eraf. Ja hoor! Fuck jou! Lekker! En ik heb het geluk dat ik daar een zwaarte vind. Oké, dit potje ga ik nu vast en zeker weer winnen, jongens. Of ik moet dom doodgaan, maar daar ga ik niet van uit. Er zijn nog 12 mensen levend. Wij gaan het proberen. Ik voel me echt weer op mijn gemak. Op gewoon scareware zonder challenges. Want soms zijn challenges wel echt gewoon kloten. Echt waar. Maar zonder challenges ben ik echt supergoed, hoor. Echt, holy damn. Oké, deze man die zit onder mij en ik ga hem zo aanvallen. Kijk eens aan, hallo. Hallo meneer, kijk. Oh mijn god, hit hem, hit hem. Oh, ik zag je met lava spelen en dat lukt hem niet. De lava ging bij hem fout. En daar zat GameTight XL. Wat wil GameTight XL doen? Oh, je wilt teamen? Ja, oké, als jij wilt teamen, maat, dan gaan we gewoon even teampje vormen. Ja hoor, hey, ik vind het helemaal mooi. Oh, we hebben hier last van een nare man op een ander eiland. Daar staat hij hoor, de nare vent. En GameTight XL zat daar wat kut te doen. Oké, wat gaan we... Ik moet deze vent eigenlijk gewoon doden. Als ik deze brug kan afbouwen, dan kunnen wij deze vent... Kijk. Oh, hij hackt!
Hij hackt! Waarom hack jij? Oh mijn god, ik ben blij dat hij aan het typen was. Want anders... Oh, nare hacker! Wat een hacker. Fucking naar. Oké, goed gedaan. Ja, was mooi teamplay. Hij had hem helemaal neergeschoten met pijlen. En daarna was ik gewoon degene die super chill het afmaakte. Oh, ja, ja, ja. Er zijn in ieder geval nog 4 mensen levend. Daar zijn de laatste 2. We gaan dus lekker in de rug aanvallen. En voor mij... Of ze willen team ook. Oké, het is nu 2-2. Weet je, dit kan ik. Ik heb er optimaal vertrouwen in. Ik ben heel goed namelijk. Kijk, als we nou gewoon pijlen... Oh, dat is nummer 1 dood. En oh, bijna nummer 2 ook. Wat dom. Hier. Oh mijn god, hier. Als we nou hem kunnen raken. Ja, dan zie je een pixel. De pixel precisie. Ja hoor, de pixel precisie. De pixel precisie. Ja, ga dood, meneer. Oh mijn god, hij moet echt dood. Die vent daar is bijna dood. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, oké, ja, meneer. Hallo, ga er maar af. Toedeledoki. Yes. We zijn hier met z'n tweeën over. En wij moeten gewoon dit lekker gaan winnen. Oké, wat gaat... Deze vent die gaat iets doen. Ik heb geen idee waar... Oh! Ik mag hem doden. Ik ga hem eraf drukken. We gaan 1.9 drukken. Kijk. Kijk, kijk, kijk. Ik ga een drukkill maken. Ja, ga eraf. Ga eraf. Kom op. Ik heb ook nog gewonnen. Ook. Oh, wat een mooi laatste potje. Dankjewel, GameTijdXL. En bedankt jullie allemaal voor mijn mooie tijd op dagelijkse day sowieso. En zo nogmaals, ik zit niet echt uit het team. Maar ja, weet je, ik ben gewoon niet meer als series zijn die hier op dagelijkse day te vinden. Dus wil je gewoon nog wel van mijn content kijken, abonneer dan even op mijn kanaal. En dan zeg ik nu gewoon tegen jullie, druk op de blauwe duimpje omhoog. En bedankt voor alle support. Maar helaas komt hier ook een einde aan deze serie. Dan heb ik nog maar 1 ding en dat is... Doei mensen! Hij zoekt nu op Google naar... Ik kan niet, wat denk jij? Godsamme, waarom gaat het eens met Google Translate?